chapeau, the hat. You know? That's for yours? For summer. Now this is from, I don't know, but everybody has a different color, and we have also have, because it's a big finale, they also have the big fans. Yes. Very pretty. Yeah, it's a performance. Of course, like always. This one is like a Ferrero Rocher. So this is chapeau, then we have, I think this is rushes. Then we have my outfit. And then we have the LGBT community. Daylight. Very colorful. Yeah, very and that's good. Yours. That's mine. A happy sunflower. And Alberto. Alberto is in purple. There's a lot of light. So, for example, we need to do the winter dance before we do. B, this is the end of the field, no? In mijn nieuwe kleedkamer. We zijn nu in een ander theater, namelijk het Stadstheater van Arnhem. Dat is een veel groter theater dan Theater aan de Rijn, waar we de voorgaande 4 shows hebben gedaan. Dus ik vind het nogal best spannend, want theater is echt huge. Heel veel mensen zitten daar. Je hebt gewoon de zaal. Dan heb je een balkon waar ook nog mensen zitten. Dus het is echt enorm. Ook het podium zelf. Ik dacht dat het wat kleiner was, want ik was hier al vaker geweest voor het sportgala van Arnhem. En dan zit ik in het publiek en toen leek het podium niet zo groot. Maar het blijkt dus dat ze heel veel gordijnen gewoon nog in de diepte hebben die ze naar beneden kunnen doen. Dus nu waren die allemaal omhoog en toen zag ik pas hoe groot het podium was. Dus ja, ik ben nu wel weer wat nerveuzer geworden. Maar ook wel vet om gewoon op zo'n groot podium aan de slag te gaan met ons stuk. Want nu kunnen we onze bewegingen wat groter maken. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Want er zijn dus coulissen. Dus aan de zijkanten heb je van die gordijnen waar je dan naartoe kunt rennen. Maar je moet dus wel zorgen dat je vlak tegen het gordijn aanstaat of diep de verte inrent. Want anders kan het publiek je misschien nog zien. Maar er zijn dus meerdere van die plekken. En ik zit af en toe nog te kijken van, oh ja, was het nou nummer 2 of nummer 3 of 4? Dus ik probeer nu weer alles een beetje op te schrijven, zodat ik het allemaal goed in mijn hoofd kan krijgen. Maar het is dus de laatste show. Wij zijn denk ik als 3e of 4e aan de beurt met ons stuk. En daarvoor en na de pauze zijn er nog meer andere dansstukken van de dansers. Die ze ook al vaker hebben opgetreden. Dus zoals je hier kan zien, staan er wat, of hangen er wat outfits van de dansers. Dus ik deel mijn kleedkamer nu met deze dansers. En het is echt super mooi weer. Eusebiuskerk. Ja, we hebben even pauze. Dus dan ga ik me even mentaal weer voorbereiden. Eten. En dan weer in de hair en make-up. Zoals je kunt zien, mijn eigen haar is ook behoorlijk, of nou best lang. Maar niet zo lang als mijn haar wat ik opzet voor het optreden. Want het zit ook echt hier zo op mijn hoofd. En dat komt dan alsnog helemaal tot hier ongeveer. Dus dat is behoorlijk lang. Maar ja, ik heb er dus heel erg zin in. Maar ik vind het ook wel heel erg spannend hoor.
En dan is het project eigenlijk afgelopen. We hebben dan 5 shows gedaan en ik vond het echt super vet om mee te doen met het project. Dus ik hoop eigenlijk stiekem een beetje dat we het stuk ergens in de toekomst nog een keer gaan doen. Maar we shall see. Dus ik neem jullie mee. Ik weet ook niet zo goed wat ik allemaal kan filmen vandaag, aangezien er heel veel gaande is backstage. Dus we gaan het zien. Fingers crossed! Really? That's really? My hair! Really? That's her hairpiece. Oh, very nice. It's real hair, huh? Really? Yes. Yeah, it that's is. That's shocking. What the fuck, huh? Somebody is bald now. But made some money. Yeah. Yes, but I'm charging money. You mean torturing your head again? And facelift. Yep, again. Is that me? I knew I would have brought tissues, Gail.